Zoals de naam al doet vermoeden, is de Spaghetteria een restaurant dat spaghetti serveert. Een voor de hand liggend idee, zou je zeggen. Toch is het pas 4 jaar geleden dat de eerste Spaghetteria zich in de Van Wouwstraat vestigde. Inmiddels is het 4e filiaal geopend in de Pretoriestraat in Oost. Welkom in de Spaghetteria Oost. Dit is de 4e Spaghetteria die sinds kort geopend is. Eigenlijk doen we hier precies hetzelfde als in elke Spaghetteria. Dus we hebben 6 verschillende pasta's. 2 vegetarisch, 2 met vis en 2 met vlees. We hebben nog steeds dezelfde wijnkaart. 2 rood en 2 wit. We proberen hier eigenlijk exact hetzelfde voor de 4e keer neer te zetten als we op de andere plekken in Amsterdam hebben gedaan. Dit is de eerste keer dat we echt een terras hebben waar gewoon bijna 40 mensen kunnen zitten, denk ik. Er zijn een heleboel dingen die we hier helemaal niet hebben. Ze hebben geen cappuccino, niks met melk überhaupt in de koffie, gewoon alleen espresso. Zeker geen pizza's, we houden het echt alleen bij pasta. Wat ook een voordeel is van zo'n kleine kaart, dat alles wat je hier eet is gewoon vlak daarvoor in de keuken gemaakt. Dus niks wordt opgewarmd, het is allemaal vers, het is verse pasta. Op het moment dat je het op je bord krijgt voor je neus, dan is het net in de keuken klaargemaakt. En dat is iets wat je ook alleen kan doen als je zo'n kleine kaart hebt. Je kan bij ons niet reserveren. Dat betekent dat je kan gewoon altijd binnenkomen lopen, lekker aanschuiven aan tafel. Je zit altijd met andere mensen die je niet kent aan tafel. Bij ons op tafel staat altijd een kan water, peper, zout, olijfolie, balsamico. En onze eigen chiliolie, voor de mensen die er een beetje wat extra pittigheid houden. De krant ligt altijd op tafel. Spaghetteria werken eigenlijk alleen maar mannen. En in de keuken alleen maar Italiaanse mannen. Die jongens die koken vanuit herinnering. Je kan bij ons geen voorgerechten bestellen. Je gaat gewoon zitten, je bestelt je pasta, heb je lekker gegeten. Kan je daarna altijd nog een scrupino of een tiramisu bestellen. Bij je koffie, een grappa of een limoncello. Die we uiteraard zelf gemaakt hebben. Het is een simpel restaurant, dus waar het op neerkomt is dat je ook niet heel veel geld kwijt bent. Je kan hier gewoon op een doordeweekse avond gewoon lekker gaan zitten en een pastaatje eten. En zonder een schuldgevoel naar huis gaan. Je zou met z'n tweeën echt je best moeten doen om boven de 50 euro uit te komen. Uiteraard kan dat wel. Maar je kan hier ook weglopen en gegeten en gedronken hebben voor 12 euro. Heb je trek in nog meer filmpjes van FoodTube? Abonneer je dan op ons kanaal.